Hallo, leuk dat je kijkt. Ik wou het vandaag even hebben over het maken van kleurenstudies. Want dat is leuk om te doen en leerzaam. En misschien herken je het wel, dat je soms ergens ineens een bepaalde kleurencombinatie ziet. Of door een bepaalde lichtval, dat je dingen ziet gebeuren op het gebied van kleur. En dat je dan denkt, dat lijkt me nou leuk om te schilderen. Dan hoef je niet meteen een heel uitgebreid schilderij te gaan maken of iets dergelijks, waar je 30 uur aan gaat werken. Maar je kunt ook simpele kleurenstudies maken, om gewoon eens te onderzoeken van wat voor kleuren zie ik nou eigenlijk. En zo kwam ik deze foto tegen en die sprak mij erg aan. Het zijn interessante kleuren. Het gaat mij er dus om. Het zou leuk zijn als ik die kleuren goed kan benaderen. Dat ik zoiets kan namaken op een doek of op een papier. En daar heb ik het dan nu over. Maar ik vind met dit soort dingen, zo'n kleurenstudie, daar ga ik niet een heel doek vooruit de kast trekken om dat erop te gaan schilderen. Dat vind ik dan zonde van zo'n doek. Ik heb nu eens een keer een blok gekocht acrylverfpapier. Dus ik ben wel eens benieuwd hoe dat schildert, want over het algemeen ben ik niet zo'n fan van schilderen op papier. En nu heb ik dus zo'n heel chic blok van Schut acrylpapier. 360 grams papier is dat. En dat vind ik het enige nadeel van schilderen met verf, hè? Met acrylverf, met alle verf. Het zit met dat je wel op iets moet schilderen wat verf kan verdragen. En ja, er komt gewoon wat meer bij kijken. En dan kan u denken, ik ga op dat papier zo schilderen, maar dan weet ik gewoon, het gaat bobbelen en dan kan gewoon van dat gedoe. En nou ja, dus ik moet het alweer goed opplakken. Dus zo'n kleurenstudie, dat is eigenlijk alweer best wel een ding. Dan moet je toch al wel weer wat het een en ander voor gaan doen, voordat je er eigenlijk aan de slag kan. En dan moet je natuurlijk nog alle verf op je palet doen en je toebehoren en dergelijke. Dat is een beetje het nadeel van schilderen. Er komt gewoon qua materiaal altijd wat meer bij kijken. Trouwens, tegen mijn principes in begin ik gewoon op een witte ondergrond. Ik wil namelijk kijken hoe dit papier reageert als ik helemaal niks doe met gesso. Een andere keer wil ik ook met gesso eroverheen en dan kijken hoe dat uitpakt. En, want jullie weten inmiddels waarschijnlijk wel, ik ben een grote fan van gesso. En zeker op papier, want papier dat absorbeert als een gek natuurlijk. Ik heb daar titaanwit. Ik heb hier cadmiumgeel middel. Quinacridon magenta, een beetje gebrande omber, ultramarijn heb ik meestal nodig, cadmiumgeel licht, kijk. Ik leg het een beetje onlogisch neer, maar goed. Ik ga eerst eens eventjes kijken, eerst een beetje die schets, de schets opzetten. Hè? En ik ga dus niet te precies aan de slag, ik doe het even met potlood, want het wordt allemaal een beetje klein van dat kleine gepriegel. En het gaat er niet om dat het nou helemaal een secuur ding wordt. Hè? Het gaat erom, ja, zoveel mogelijk wil ik natuurlijk die vorm er een beetje goed in hebben. Het gaat maar om de kleur uiteindelijk. Dus dit is wat licht. En dan krijgen we hier die donkere baan. Zo. Daarachter langs ontstaat de lichte baan. Dat gaat dan tot hier ongeveer. Ja, hier natuurlijk schaduw. Het is leuk dat het allemaal zo'n beetje zo extreem is, hè, op die foto. Het is een beetje een heel extreem soort licht. Hier loopt het een beetje zo, laten we zeggen zoiets. Dus deze baan die loopt door zo. Dus zo'n schets, ja, daar besteed ik dan niet al te veel tijd aan. En natuurlijk is dit nou ook niet zo'n heel ingewikkeld onderwerp. En als ik er nog minder tijd aan wil besteden trouwens, dan kan ik ook met een raster werken. Hè? Dus daar heb ik ook een video over gemaakt, dat je een schets of een foto snel en redelijk secuur over kunt zetten met een raster. En je kunt natuurlijk ook nog iets doen. Je kunt de achterkant van de foto kun je invrijven met potlood of ja, met een zacht potlood of met houtskool of iets dergelijks. Dan kun je daarna de foto omdraaien op je papier en dan kun je heel hard doorduwen met een scherpe punt van een potlood of een balpen desnoods en dan zet je heel makkelijk en snel een schets op. Dat is ook ideaal voor als je gewoon een kleurenstudie wil maken, want het gaat je dan niet erom van kan ik zo goed mogelijk die banaan natekenen. Nee, het gaat je dan eigenlijk om de kleuren
daar wou je je in verdiepen. Ik zal hem iets donkerder tekenen, want ik zit natuurlijk op mijn eigen manier te schetsen, maar dan zien jullie niks. He, dus schetsen doe je natuurlijk altijd heel licht. Want je wil niet dat het door je verf heen komt zetten straks, die schets. Maar ik heb het nou zo licht gedaan dat het op de camera niet te zien is. Dus dat is niet de bedoeling. En schetsen doe ik trouwens, als ik het doe met potlood, dat doe ik bijna nooit. Maar als ik het met potlood doe, zoals nu, dan doe ik het met een HB-potlood in ieder geval. Dus een vrij hard potlood. Want zo'n hard potlood, dat geeft wat minder grafiet af dan zo'n zacht potlood natuurlijk. Hè? Je hebt dit, dat geeft af, en vooral als het nat wordt. Dus als je er met verf overheen gaat, dan gaat dat zwarte grafiet gaat door je verf heen. En dan verpest het eigenlijk je kleuren. En dat is jammer. Nou, nu ga ik deze even hier neerleggen. Die roze kleur voor die achtergrond, daar begin ik mee. Dus ik pak even een paletmes, want daar heb ik best wel veel verf voor nodig. Waar is mijn paletmes? Gaat alles zo goed voorbereid, dacht ik. Nee hoor, niks daarvan. Oh, hij ligt gewoon wel hier. Ja, ik had het heel goed voorbereid zelfs. Tada! Roze, hoe maak je dat nou? Nou, met rood en wit. Vooral met quinacridon magenta, dus met magenta, krijg je hele mooie roze kleuren. En waarschijnlijk wordt dat veel te fel vergeleken bij wat ik hier heb, maar we gaan gewoon eens kijken. Dus deze prachtige kleur. Kijk, als ik dat er zo doorheen doe, moet je zien wat er gebeurt. Mooi, hè? Maar goed, ik moet dus veel meer hebben. Kijk, zoiets als dit. Zien jullie dat? Het zit aardig in de buurt. Het mag nog iets, heel klein tikje erbij. Dus ook weer het voordeel van mengen met een paletmes is dus dat je dus grote bergen verf aan kunt maken. Want ik moet veel verf hebben voor die achtergrond. Dat om te beginnen al. Maar dus ook dat je de kleur makkelijk kunt controleren. Dus je kunt heel makkelijk de kleur bij de foto houden en dan kun je zien van het komt overeen of niet. Dus dit ga ik er gewoon even eerst inzetten. Want ik kan die kleuren van die banaan ook alvast voor gaan mengen. Dat is ook prima. Maar een betere strategie is om dit eerst te doen. Zodat ik straks, dat straks die achtergrond lekker gedroogd is. Oh, dit gaat trouwens prachtig. Dit is echt een verrassing hoor. Dit had ik niet verwacht dat zo lekker zou schilderen, dat papier. Moet je kijken. Maar waar had ik het over? Dus straks ga ik aan die banaan werken. En dan tegen de tijd dat ik die belangrijkste kleuren van die banaan heb gemengd. Nou, tegen die tijd is mijn achtergrond, als het goed is, een beetje droog. En dat scheelt het dan gewoon makkelijker. Hè? Dan ga je lekker langs. Nou, dit valt me helemaal 100% mee. Ik ben blij dat ik dit eens een keer probeer. Want ik was er een beetje sceptisch over geworden, over schilderen op papier. Maar... En tot nu toe bobbelt het ook eigenlijk nog helemaal niet. Terwijl ik het gewoon alleen maar een beetje met tape. Ja, zo dat spul van de Gamma. Oh, nou maak ik reclame voor de Gamma. Nou, het is gewoon de tape van de bouwmarkt. Gewoon schilderstape. Dat is eigenlijk wat ik zoek, het woord. In ieder geval. Dus ik heb niet eens veel moeite gedaan om het op te spannen en dergelijke. Want dat kun je natuurlijk ook doen met papier. Hè? Je kunt, net als bij aquarel, kun je dat papier opspannen. En dan trekt het strak. Waardoor het mooi schildert. Maar dit valt alles mee. En nu kan ik me voorstellen dat ik dit veel vaker ga doen. Want dit is dus eigenlijk waar ik het net in de intro even over had. Je wil gewoon soms even gauw lekker huppakee schilderen. En het lijkt erop dat dit papier dat perfect voor mij kan gaan betekenen. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren natuurlijk als ik in lagen ga werken. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ik heb eigenlijk ben ik weer te zuinig geweest. Dus je moet altijd voor dit soort dingen genoeg verf aanmaken. Dat je niet zonder komt te zitten. Want nou ga ik zo trekkerig lopen schilderen. Dat is niet fijn. Je wil het gewoon lekker dik zo in kunnen smeren. Ja, je hoeft niet per se dik te werken. Maar dik genoeg. Hè? Dat je gewoon even lekker alles kunt volsmeren. Kijk eens wat een gezellige boel. Nou, dan maak ik even mijn penseel schoon. Ik heb trouwens natuurlijk ook een groot penseel gepakt. Hè? Dat papier dat is iets van 30 bij 40 centimeter. 40 bij 30.
En mijn penseel is nu een penseel van 24. Maat 24. Schoonmaken, nou dat weten jullie ook inmiddels. Hè? Eerst zoveel mogelijk met een keukenpapier of met een doek. Gewoon uit de haren, met de haren mee. Dus niet er tegenin. Dan een beetje in een pot met water vochtig maken. En dan weer zoveel mogelijk eruit eerst zo. Dus elke keer even vochtig maken. Want dan wordt je water niet zo vies in die pot. En op het laatst, ja, dan gaan we even in de waterbak. Ik zal even extra geluid maken, zodat je... Hoor je wel? Ik zal de microfoon even dichtbij houden. Ja, dat klinkt heel mooi rustiek, hè? Alsof we in een Zwitsers berglandschapje zitten. Hoppakee. En dan is de kwestie van goed droog maken. Dus ook weer met de haren mee. En met een keukenpapier of een doekje even goed droog maken. Want als ik zo verder wil gaan schilderen met dezelfde penseel. Ik weet niet of ik dat ga doen. Maar dan moeten de haren goed droog zijn. Anders verdunt de verf. En dat wil ik niet. Nou vind ik het dus altijd fijn om van donker naar licht te werken. Ik heb dat al vaker gezegd natuurlijk. En in dit geval, nou, zitten we hier met zo'n schaduw. Die is vrij donker. De camera's pikken het moeilijk op. Maar je kunt de foto downloaden hoor. Ik zet een linkje naar de foto in de beschrijving van de video. Dan kun je zelf kijken. Maar die schaduw heeft iets donkerpaars. Blauwpaars. Hier vlak bij de banaan. Daar heb je het donkerste van het donker. En dat is logisch. Want daar kan absoluut geen licht komen. Want die banaan. Hè, dat we hier schaduw hebben. Dat komt omdat die banaan het licht blokkeert. Hè? Daardoor krijg je slagschaduw. En daar helemaal onder die banaan komt dus absoluut geen licht, want het draait ook nog eens zo bij ons weg. Dus dat is het donkerste punt. En hier wordt het net iets lichter, want het is nog steeds vrij donker. Maar hoe maak je nou zo'n donkere kleur? Nou, dat is dus gewoon onze grote vriend ultramarijn. Zo op zich al een fantastische kleur natuurlijk, maar ja, daar kun je dus paarsen mee maken en donkere kleuren. Voor het donkerste stukje zal ik er gewoon even wat gebrande omber doorheen doen hier. In een bepaald gedeelte zo. En want als je gebrande omber en ultramarijn door elkaar mengt, krijg je een donkere kleur. Dat is bijna zwart. Dan kun je twee kanten op laten kiepen. Met meer ultramarijn er doorheen wordt het wat blauwer natuurlijk. En met meer gebrande omber wordt het wat bruiner. En ik laat de balans nu zo kiepen dat het net ietsjes aan de blauwe kant blijft. Voor de rest even kijken hoe ik dit ga doen. Ja, ik ga daar gewoon eerst eens even wat magenta doorheen doen om het iets paarser te maken. Maar we hebben dan eigenlijk alsnog, ook dit moet eigenlijk wat donkerder en wat minder fel. Nou, dat kan, dat is geen probleem. Ik gooi er nog wat magenta doorheen. Ik maak het net ietsjes paarser. En dan krijgen we de vraag, hoe maak ik dat nou minder fel? Want kijk eens. Qua toonwaarde is het niet verkeerd, maar mijn paars is te fel. Nou, de slimmerikken onder ons, of de mensen gewoon die goed hebben opgelet, of het al lang weten. Als je naar de kleurencirkel kijkt, dan kijk je gewoon wat ligt tegenover paars. Paarsblauw, nou in dit geval, we zitten hier ongeveer. Het is geen rood paars wat ik heb, het is meer blauwpaars. Dus iets van geel, oranje-geel, ligt tegenover die kleur in de kleurencirkel. En daarmee kan ik de intensiteit van die kleur afbreken. Nou wil het geval, ik heb op mijn palet cadmiumgeel middel. En cadmiumgeel middel is eigenlijk al een wat warmer geel dan primair geel. Dus dat gaat al een klein beetje richting oranje. Dus je hebt kans dat ik het daarmee al een beetje genoeg kan afzwakken. Als dat nou niet zo is, dan kan ik er ook nog een klein beetje magenta bij doen. Waardoor je dus dat oranje stuk iets vergroot. Hè? Maar ik ga nu dus dit eerst eens er doorheen doen. Zo, en dan kiept hij heel snel natuurlijk naar groen. Het kan zijn dat ik er dan net iets te veel doorheen heb geknikkerd, maar het kan ook zijn dat het nog net goed komt. Kijk, nu krijg ik echt een soort grijs. Dat is goed, hè, want dat betekent dat ik in de goede richting zit met mijn complementaire kleur. Want een complementaire kleur moet de kleur afbreken en als je het echt precies goed doet, krijg je zelfs grijs. Kijk, maar ja, ik zal het even laten zien. Als ik er een beetje wit doorheen doe, dan zie je dat het een beetje zo'n soort kleur is geworden. Blauw-grijs. We zijn al een heel eind, maar ik heb hem eigenlijk iets te ver afgebroken. Maar dan is er nog geen man overboord, hoor. Want we kunnen natuurlijk gewoon wat extra magenta erdoor doen.
En dan zie je dat wat ik net had, dat komt weer een klein beetje terug. Dus het punt is gewoon, ik had gewoon te veel geel, net iets te veel geel er doorheen gekieperd. En het aandeel blauw mag nog iets groter, dus iets meer ultramarijn erin. Zo. Ja, nu zitten we goed. Nu zie ik trouwens, ik ben veel te zuinig weer bezig. Want die donkere kleur, dat ga ik wel redden, dat smalle stukje. Maar met dit ga ik natuurlijk nooit die hele schaduw kunnen vullen. Hè? Als je dat nou merkt, zorg dan even dat je op tijd alsnog genoeg verf aanmaakt. Dus ik doe gewoon even heel veel ultramarijn weer. Dus ik moet weer een klein beetje alles opnieuw doen. Liever nu eventjes wat aandacht eraan besteden dan zometeen dat ik te laat ben. Dus ik maak hem weer wat paarser. Breek ik hem weer een beetje af met wat geel. En nou, deze keer ga ik even uitkijken dat ik er niet meteen te veel weer doorheen gooi. De intensiteit gaat eraf, maar niet te veel. Dus dat is niet onaardig. Het had net ietsjes lichter gemogen. Een klein, heel klein beetje wit doorheen. Zeker aangezien acrylverf dus ook wat donkerder opdroogt. Ik wil niet het risico nemen dat het zowat zwart gaat worden eigenlijk. Ja, nu zijn we er. Dus dan wordt het een kwestie van erin zetten. En dan begin ik met het donkerste. Dat is dus daar precies daar langs. Ook heb trouwens even een rond penseel gepakt, omdat ik makkelijk wil kunnen variëren in lijndikte. Want hier is het bijvoorbeeld net iets breder. Hier onderin wordt die donkere schaduw eigenlijk een beetje, wordt die minder groot. Wordt het eigenlijk ook een beetje meer bruin, zie ik nu, hier zo. Dus dat doe ik zo. En hier wordt hij ook wat lichter. Magenta erdoor, een beetje roodbruin. Nog ietsjes roder. Oh, moet ik wel eventjes netjes schilderen eigenlijk. Zoiets. Maak ik dat penseel eventjes een klein beetje schoon. Ik maak hem gewoon... eigenlijk veeg ik het meeste verf eraf. En dan ga ik gewoon door naar de volgende kleur. Dus ik doe het niet te uitgebreid hoor, het schoonmaken. En dan zet ik die kleur. Die rest van die schaduw zet ik er gewoon naast. Oh, ik schilder niet helemaal netjes. Dit is natuurlijk een heel transparante kleur. Want dit bevat heel veel ultramarijn. Eigenlijk als ik hier kom, dan zie ik dat hier de schaduw ietsjes paarsiger wordt. Ietsjes lichter. Dus pas ik mijn kleur gewoon een beetje aan. Dat zijn hele kleine verschillen, maar daarom vond ik het dus leuk om een kleurenstudie te doen. Hè? Want dan ga je daar echt goed op letten. Nu maak ik mijn penseel goed schoon, want we gaan echt naar een hele andere kleurengroep over. Namelijk de gelen in die banaan. En het punt daarmee is, geel is, die maak je heel snel vies, hè. Geel is een beetje een... als ik hier een klein beetje blauw doorheen doe, wordt het meteen groen. Doe ik er een klein beetje magenta doorheen, wordt het meteen oranje. Dus met geel moet je goed uitkijken als je ermee gaat schilderen. Ook hier wil ik graag eerst weer met de donkerste kleur beginnen. Wat is nou de donkerste kleur op die banaan? Door de oogharen kijken. Eigenlijk, dit is ook nog donker. Maar dit is echt zonder twijfel het donkerste stuk. En wat voor kleur is dat nou? Ik denk dat ik er ook kan komen als ik eerst begin met gebrande omber. Want dat zit al aardig in de buurt van die kleur, als je het zo ziet. Ik kijk altijd het liefst van op welke kleur die ik ken lijkt hij het meest. Dus dit heeft er wel wat verwantschap mee. Dus ik ga dat eens gewoon proberen. Misschien ga ik helemaal de mist in hoor. Maar dat idee heb ik nu. Om nu dat te gaan testen, heb ik eigenlijk even een oude belastingaanslag nodig. Of een aanmaning, hè, dat soort dingen. Gewoon iets waar je even op kunt testen. Ga ik eerst eens kijken. Ik zet gewoon gebrande omber op mijn papier. En dan ga ik kijken wat ontbreekt er aan mijn kleur ten opzichte van die kleur. En dan zie ik dat ik ontzettend dicht in de buurt zit van die kleur.
Maar er ontbreekt een beetje geel aan. Dus als ik er een klein beetje geel doorheen zou doen. Kijk, als ik er veel geel doorheen doe, dan krijg ik dit. Dus dit. Dus misschien komt dat wel overeen met wat we hier een beetje zien. Nou, zie, dat is nog steeds iets te licht. Maar het heeft er wel verwantschap mee, hè. Dus veel gebrande omber erdoor. Zo. Gaan we nog eens kijken. Dat is niet verkeerd, zie. Voor hier in ieder geval is het goed. Daar wordt het net iets roder. Dus daar zou er wat magenta doorheen kunnen. Maar goed, ik weet nu dat die voor dit stuk is die goed. Dus ongeveer vanaf hier. Zo. En daar wordt die nog wat groener. Dus doe ik ietsjes geel extra doorheen. En een klein beetje ultramarijn. Klein beetje wit ook, want hij wordt ook iets lichter. Nog ietsjes ultramarijn. Even checken. Ja. Nou, tot hier ongeveer. Vanaf daar houdt het een beetje op. Oké. Okay. En hier bovenop wordt het dus iets roder. Zoiets, hè? Hier zit van dat gefrutsel van die rode roodbruine dingetjes. Doe dat vrij grof allemaal, hoor. Het gaat een beetje om de kleuren. Die schaduwkleur hier, die is wat minder donker. Maar dat lijkt sterk op gebrande sienna, hè? Kijk, dat is deze kleur. Maar we kunnen daar op meerdere manieren komen. Want ik kan ook gewoon gebrande omber pakken. Een beetje magenta erdoor, zodat het een wat roder bruin wordt. En dan heb ik ook nog geel nodig om het wat lichter te maken. Kijk, en dan krijg ik ook zo'n roodbruine kleur, zie. Is dat wat dit is? Ja, het komt in de buurt. Het is alleen een beetje te licht, hè? Te donker. Is het overal te donker? Nou, hier zit het aardig in de buurt, bij dit stuk. Dus hier zet ik het er wel vast in, zo. Dat kan wel. En verder wordt het wat lichter. Maar als ik er wit doorheen doe, dan wordt het meteen een beetje rozeachtig. Hè? En dat is niet echt de bedoeling. Kijk, nou ontbreekt, als ik nu kijk, qua toonwaarde komt het al beter in de buurt. Alleen is die niet geel genoeg meer nu. Dus dan moet er ietsje geel doorheen. Dan krijg je weer iets meer pit erin, zie je wel? En dat is wat die daar ook heeft. Het is een vrij pittige kleur. Ja, nog iets geel erin zelfs. En dit, dat die kleur heeft, komt dus gewoon, dat is een mengsel van eigenlijk schaduw, banaankleur en licht dat terugketst de schaduw in. Hè? Dus dat is eigenlijk allemaal heel complex. En daarom vind ik het ook altijd leuk om foto's na te schilderen. Ik kan haast niet zonder foto's. Omdat dit soort dingen, hoe kun je dat zelf ooit verzinnen, dat zulke kleuren zijn? Dat is echt zo complex eigenlijk. Hoe dat allemaal samenwerkt. Nou, ik zet eerst maar eens dit zo neer. Hupsakee. Hier wordt het nog, ik schat in, nog iets geler. Dat valt toch nog tegen. Dat wordt nog iets lichter. En het wordt iets oranjeachtiger volgens mij. Dus, want als ik het nu zie. Ik zet weer die dingetjes erbij. Dit is te suf, dus er moet meer geel in. Het moet een wat feller, verzadigde kleur worden. Maar nu zal die een beetje te geel zijn waarschijnlijk, ja. Dus dan moet er wat meer magenta in om het wat roder te krijgen. Kijk, en dan ontstaat er weer een vrij pittige kleur. Dat is goed. Dus dat zit ongeveer hier. En dan begin ik niet meteen daar in die vorige kleur. Ik zet ze eerst naast elkaar. Want dat in elkaar werken, dat kan ik zo wel doen. Ja, nu merk ik wel dat papier, het begint een klein beetje te bobbelen, dus het wordt een beetje lastig. Maar ik vind echt voor het maken van een kleurenstudie, als ik ook zie hoe de kleuren drogen in dat papier, ziet dat er heel goed uit. En nu is dat toevallig dus dat schutpapier. En het is niet dat ik daar dus voor betaald word om daar reclame voor te maken. Maar dat is dus voor mensen die dat willen weten. Is waar ik nu op schilder. Ik ga ook nog andere papieren uitproberen, hoor. Hier wordt het wat geler.
Zo, dat stukje. En daar wordt het echt kanariegeel. Oh, en dan vergeet ik nog even die overgang wat ik wou zeggen. Hier. Wat ik wou doen. Nu zet ik het er op het laatst gewoon zo half doorheen. Zo, dan loopt dat wel over. Kwast weer schoon. We gaan eens eventjes naar de andere kleuren die we zien. Ongekend, hè? Hoeveel... Kijk, het is gewoon een banaan. En het is ongekend hoeveel verschillende kleuren je erin ziet. Want ja, je weet eigenlijk niet eens hoe je dit soort kleuren zou moeten noemen. Maar hier heb je een soort bruinig geel nog. Heb je hier ook. Hier heb je wat groen. Hier ook. En hè, dus dat is echt bizar. Goed, ik ga me eerst hier maar eens even op storten. Want daar was ik net met dit. Dat maak ik even een beetje af. Even kijken of ik zo ongeveer... Dan moet hij iets warmer, dus dan pak ik gewoon wat van dit af. Dan denk ik dat ik ongeveer goed zit. Oh, nee. Moet iets roder. Ja, dat is niet zo verkeerd. Dat is dan dit stukje zo. En eigenlijk komt dat daar ook terug. Dus ik pak even ook iets meer voor hier. Komt daar een beetje terug. En hier is die net ietsjes rodere variant. En het leuke is dus... dat met dat schilderen zo, als je zo per kleur bezig bent, dan kom je altijd eens in zo van die stadia. En nou ben je echt in het stadium van, dit ziet er heel merkwaardig uit. En dat komt omdat je nog niet alles hebt. Want we hebben nu natuurlijk wel wat schaduwdingetjes staan. Maar dan heb je ineens dat knetterharde wit. En dat zorgt ervoor dat het er heel onlogisch uitziet. Dus als je nu dit zo aan het schilderen bent en je denkt, nou dit wordt helemaal niks... Niet meteen naar de kliko rennen en je schilderij in de prullenbak gooien. Nee, ga gewoon even door tot je alles een keer gehad hebt. Want dan pas kun je gaan zien of het een beetje gaat werken. Nu ga ik een beetje zo on the fly wat dingetjes mengen. Een beetje een wat groeniger geel voor hier. Nou, dat zit dan daar ongeveer. Dat gaat zo'n beetje op die steel zo. En dan zie ik dat... Waar zie ik dat nou nog meer? Oh ja, hier. Dat dingetje. Wat is dit nou voor kleur? Dat is eigenlijk een wat warm geel. Daar moet ik even aardig wat van aanmaken. Een klein beetje magenta erdoor. Cadmiumgeelmiddel is van zichzelf al wel wat warm. Oh ja, waarom gebruik ik nou cadmiumgeel? Ik weet niet of ik dat al had verteld. Maar dat doe ik omdat cadmiumgeel is een dekkend pigment. Het is een duur pigment, dus het zijn dure kleuren. Het is duur om te kopen. Maar het voordeel is dus dat het in één keer dekt. Dus ik kan heel precies de kleuren die ik wil, kan ik maken, mengen. Ik kan het op het papier zetten in dit geval. En dan... hoef ik er niet 100 keer overheen. Wat met primair geel wel het geval is. Met primair geel, ja, dat is een vrij transparant pigment. Dus half dekkend geloof ik, half transparant. Maar in ieder geval dan moet je er vaker overheen om hetzelfde resultaat te krijgen. En daar heb ik geen zin in. En daarom denk ik wel eens, ja, als ik in mijn schilderijen soms dingen met veel geel nodig heb... Dan kun je wel denken van nou, geel, dat cadmiumgeel is duur. Aan de andere kant, als het in één keer zo'n beetje goed staat, dan is het eigenlijk weer goedkoop. Want je hoeft maar één keer eroverheen. En terwijl als je met primair geel bijvoorbeeld gaat hannessen, of met hanzogeel, azogeel, dat soort kleuren, die zijn net wat minder dekkend. Dan duurt alles dus wat langer, dan moet je er wat vaker overheen. Nou dacht ik, ik heb daar... ook cadmiumgeel licht neergegooid. Ja. Kijk, dat komt aardig in de buurt van dit en van dat. Maar kijk, zoals dit. Ik kan gewoon over die achtergrond heen. Perfect zo. Niks aan de hand.
Ja, dit is deze baan. En dan ietsjes oplichten voor hier. Zo. Hier aan de onderkant is die net ietsjes roder. Zoiets. Eigenlijk moet ik dat mooi over laten gaan, hè? Dus maak ik even een tussenkleur. Die zet ik er tussenin. Zo. Want het loopt een beetje bol, dus dan heb je dan, moet het eigenlijk wat subtieler. Zoiets als dit. En verder is het een vrij neutraal geel daar. Dat kon wel eens dit zijn, maar cadmiumgeel. Het is natuurlijk een beetje... Ja, dat kan wel. Zo. Als het goed is, moet het nu toch zo onderhand een klein beetje wel gaan werken. Even iets repareren, want het is een beetje, de grenzen zijn een beetje raar geworden. Dan moet je het gewoon even een beetje, dingen die niet helemaal goed zijn, moet je een beetje nalopen. Even kijken, een beetje nog van dit. Die banaan is zeg maar nu relatief logisch geworden. Alleen de omgeving hier niet, want dat heeft niet goed gedekt nog de eerste keer. Dus dat moet veel donkerder worden. Dus daar ga ik nog een keer overheen. Hier wordt het dan een stuk roziger, paars. En dus dat moet ik ook allemaal de tweede keer eventjes weer goed erin zetten. Oh, nu haal ik een beetje te veel weg, maar dat maakt niet uit. Dan het paarsige blauw. En natuurlijk is dit zo leuk, omdat dat een beetje in feite de complementaire kleuren zijn, hè, die je hier als schaduw hebt. Dat maakt het zo spectaculair eigenlijk. Hier is het net iets lichter, zo. Zie je? Dus ik doe nou even nog kleine aanpassingjes. Dit had iets lichter gemogen, zo. Ik vind het nog steeds ietsjes te bruin. Dus ik zwak het iets af met wit. Het komt op de een of andere manier heel gauw heel bruin over daar. Zo. Misschien net iets beter, hè? En nou is dit een beetje viezig. Daar hou ik niet van. Dus gewoon nog even een keertje eroverheen zo. Oké, nog hier dat dingetje zo, zo. Met het steeltje. Nou, zo geef ik er de brui aan. Dat is wel welletjes. Maar dat is gewoon toch eens leuk, hè? Misschien ook zelf eens proberen. Gewoon... Tussendoor een kleurenstudie maken. Is leerzaam, is leuk om te doen.
En nou, bijvoorbeeld op zo'n papier als dit is het ook laagdrempelig. En anders, wat ik dus ook heel gaaf vind, op canvasboard en dan gewoon elke keer opnieuw eroverheen. En ik heb hele pakken canvasboard. Canvasboard is echt, ik heb hier nog zo van die dingen. Ik heb een hele stapel. Dit met die holle en bolle vormen heb ik hier ook nog steeds staan. Dan heb ik gewoon een grotere gepakt. 3 van die kleine studies erop. En ik verzamel het. Op een gegeven moment ga ik er gewoon weer met gesso overheen. Dat zie je hier ook. He, dat is, er zitten nog allemaal dingen onder eigenlijk. Super handig. En gewoon leuk om te doen. Want we hoeven niet altijd als we gaan schilderen meteen de nachtwacht te gaan schilderen. Hè? Of meteen iets heel complex. Of een portret van prinses Beatrix. Het kan ook gewoon een eenvoudige kleurenstudie zijn zoals dit. Het is gewoon leuk en leerzaam. Ik wens je heel veel plezier en succes met schilderen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.